is 22, woog als vrachtwagenchauffeur 185 kilo en viel eigenhandig 100 kilo af. En nu heeft Kai een nieuwe missie. Kai, 100 kilo, ik denk serieus dat ik het niet eens kan tillen, joh. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ben het kwijt, dus... Ja, mooi verhaal, bijzonder. Een mooie reis ook geweest. En, Je weegt 185 in het begin. Hoe is het zo ver gekomen? Ik had zelf uiteraard natuurlijk gewoon te veel eten. Laten we daarmee beginnen. En daarnaast heb ik genetische obesitas. Dat houdt in dat ik een trage schildklier heb, trage vetverbranding. En ik heb geen gevoel van verzadiging. Dus dat houdt ook in dat ik zeg maar, ja, continu door kan blijven eten. Als ik mijn mind daar niet sterk genoeg voor heb. Want dat draait natuurlijk uiteindelijk ook om mindset. En er zit voor mij een groot verleden achter met een trauma. Is het dan een soort van uitweg zoeken geweest ook in eten? Kan ik dat dan zo stellen? Ja, absoluut. 100%. Ik ging emotie eten en ik ging al mijn problemen, ja, schoof ik eigenlijk aan de kant. En ik durfde er niet over te praten of ik durfde me niet over open te stellen. En tegenwoordig sta ik hier met trots en weet ik hoe of wat. Ik ben 85 keer, of 85, ik ben van 185. Naar 90 kilo gegaan. En mij kun je wat dat gaat eigenlijk op dit moment niet gelukkiger maken dan dat ik ben. Zijn ervaringen gebruikt Kai nu ook om anderen te helpen. Vandaag begeleidt hij de 20-jarige Mick die 70 kilo is afgevallen. Hoe belangrijk is het om met een lotgenoot te spreken en ook te sporten? Heel belangrijk denk ik, want je kunt gewoon dezelfde ervaringen met elkaar delen, dezelfde problemen met elkaar bespreken. Je weet allebei wat je hebt meegemaakt, dus dat is gewoon heel fijn. Nadat hij zoveel was afgevallen, kreeg hij er wel een nieuw probleem bij. Het vet was misschien wel weg, wat achterbleef was kilo's aan overtollige huid. Ik zou even mijn shirt omhoog doen, maar kijk zoals je ziet, ja, dit eigenlijk. En hier aan de randen. Gewoon overtollig vet. Of huid, sorry. Ja. En verder, ja, bij mijn borst valt het gelukkig mee. Ik heb één aanvraag gedaan bij de chirurg. Dat gaat dan via de huisarts, dan word je doorverwezen. En dan gaan ze kijken of het erg genoeg is. Of je het vergoed krijgt door de verzekering, ja of nee. Die is afgewezen. En nu moet ik eigenlijk weer een half jaar wachten tot ik weer langs kan komen. En waarschijnlijk weer hetzelfde antwoord ga krijgen. Hoe erg is dat nou? Ja, zo'n buikwandcorrectie zou gewoon een soort... Kroon op je werk zijn. Ja, een soort kerst op de taart, laat maar zeggen. Een soort beloning ook voor jezelf. Om alles gewoon af te kunnen sluiten en gewoon door te kunnen gaan met het normale leven. En dat wordt nu wel geremd op deze manier. Nou, dan zeggen mensen natuurlijk van ja, het is ook een gevolg van je levensstijl geweest. Wat zeg jij daar dan op? Ja, dat is ergens zeker waar. Maar ja, ik heb ook zoiets van, ja, er wordt ook aandacht besteed. Kijk, ik ben wat dat er gaat een open boek. Je kunt mij vragen wat je wil vragen en daar zou ik ook een antwoord op geven. Ik ben in mijn verleden zelf ook suïcidaal geweest. En de mensen die suïcidaal of depressief zijn of in de put zitten, noem maar op, is ook mentaal. Er wordt ook aandacht aan besteed en er wordt ook vergoed. En dat, die laten wij ook niet zitten. En ik vind het toch wel vanuit mijn jeugdtijd wel een heel gevoelig ding om zo keihard tegen een kind te zeggen van, het is voor jou niet erg genoeg. En omdat de verzekering het niet wilde vergoeden, betaalde Kai uit eigen zak €14.000 om zijn extra huid weg te laten halen. En nu strijdt hij ervoor dat deze behandeling in de toekomst wel vergoed gaat worden door verzekeraars. Nou ja, op dit moment wordt eigenlijk een buikwandcorrectie, hè, dus een operatie om overtollige huid te verwijderen. Dat wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. En die voorwaarden zijn eigenlijk als een medische noodzaak is, dus als jij echt fysiek hinder ondervindt, hè, van die overtollige huid. Bijvoorbeeld door smetplekken, maar dat moet dan echt wel ernstig zijn. Of wanneer er sprake is van ernstige misvorming die direct opvalt. Dus in de voorbeelden bij zorgverzekeraars staat er dan bijvoorbeeld brandwonden in het gezicht. Wat wil jij precies? Ja, ik wil de wetten, of de wet rondom de eisen in ieder geval van de buikwandcorrectie veranderd zien. Waarom? Omdat ik het van de zotte vind
ja, hoe daar naar gekeken wordt en hoe dat beoordeeld wordt. Kai wil dat het in de toekomst wordt betaald door de verzekering. Hoe groot is de kans dat die missie slaagt? Of dit ook in de toekomst vergoed gaat worden vanuit het basispakket, ja, daar heb ik geen signalen van ontvangen. Maar als je kijkt naar de zorg, de plannen die er nu zijn, het beleid wat nu gevoerd wordt, alle ballen zijn eigenlijk op preventie. Nou ja, mensen met dit soort issues, die ontwikkelen natuurlijk allerlei andere klachten, mentale problemen. En die gaan daardoor weer een beroep doen op de zorg. Dat kost geld. Dus in dat opzicht zou het misschien logisch zijn als deze operaties ook opgenomen worden in het basispakket. Als ik de verhalen ook terughoor van sommige mensen, dat ze, ja, heel veel zijn afgevallen, zichzelf in de spiegel aankijken en zichzelf nog met meer schaamte aankijken dan toen ze dik waren. Ik mij daar zelf ook heel erg in kan verplaatsen hoe dat voelt. En zichzelf uiteindelijk weer dik eten omdat ze zichzelf dik mooier vinden. En dan denk ik bij mezelf van, ja, waar zijn we mee bezig en wat is het verschil in zorgconsumptie als ik 185 kilo ben. Of dat ik hier sta en dat ik gewoon een gezond lichaam heb en me fit en gelukkig voel.